Welkom bij Tiel aan tafel. Vandaag komen natuurlijk mijn kritische vrienden weer aansluiten. Maar ik begin het gesprek met Bart van den Berg. En hij is initiatiefnemer van Tiel Tip Top. Zeg ik dat goed zo, Bart? Ja. Tiel Tip Top, wat is dat? Tiel Tip Top is voortgekomen vanuit een burgerinitiatief uit de Bloemenbuurt. Daar heb ik vanuit een wijkvereniging met buurtgenoten de handen ingeslagen om ervoor te zorgen dat in de Bloemenbuurt de wijk wat schoner blijft. Bloemenbuurt is die wijk tussen de verschillende vestigingen van het RSG Lingencollege. Waar al die kinderen lopen? Waar al die kinderen lopen en waar dus ook veel zwerfvuil te vinden is. En jij stoorde je aan die troep? Ja, zeker. Ja. En dan heb jij niet zoiets van, nou, ik ruim die papiertjes even op. Je dacht, dit moet anders. Dit moet anders, inderdaad. Wat ik heb gedaan is, ik heb onderzoek gedaan binnen de gemeente Tiel. Hoe is het eigenlijk in Tiel geregeld? Wat als ik als burger de boel op wil ruimen in mijn directe omgeving? Bij wie moet ik me dan melden? Wat is er geregeld in de gemeente? En van, ja, als je eenmaal oog begint te krijgen voor zwerfvuil in Tiel, ja, dan ga je er overal op letten. Dan is het einde eigenlijk. Ja, want wat is er dan geregeld in de gemeente? Wat er geregeld was, is dat je via een extern bureau, Stichting Duurzaam Rivierenland, kunnen burgers zich daar melden, kunnen daar opschoonmaterialen in bruikleen krijgen. En met hen kun je afstemmen dat zodra je bijvoorbeeld meer dan één vuilniszak aan zwerfvuil zelf hebt opgehaald, dat zij de AVRI bij jou langs sturen. Ja, ja. Nou, en dat is niet voldoende. Nou ja, als je kijkt wat de inspanningen zijn van de gemeente Tiel, de AVRI en daarmee ook Duurzaam Rivierenland, vind ik persoonlijk dat deze partijen, zonder een schuldenaar aan te wijzen, want dat is immers te vervuilig, maar ik vind wel dat we dat de acties die vanuit gemeente of vanuit de overheid worden uitgezet, dat die tekortschieten om van een schone stad te kunnen spreken. Ja, en toen ging jij nadenken, jij dacht dit kan anders. Vervolgens heb ik aangesloten, zoals een goed burger betaamt. Ik denk, ik ga eens naar zo'n bewonersavond en ben er eigenlijk achter gekomen, dit schiet tekort. Toen ik zelf een grootschalige actie op wilde zetten tijdens de landelijke opschoondag van Nederland Schoon, probeerde ik een envelopje los te krijgen om daarna een drankje te kunnen schenken en de kinderen een zakje chippies te kunnen geven. En er werd wel meegedacht, maar het is allemaal minimaal. Dat was te weinig. Die landelijke opschoondag, daar hebben wij opnames van. Daar gaan we even naar kijken. Zaterdag 19 maart gingen bewoners uit de Bloemenbuurt in Tiel aan de slag om zwerfafval op te ruimen. Wij zijn bezig met de landelijke opschoondag. Wij hebben buren bijeengebracht om de Bloemenbuurt op te schonen. Dat doen we in de samenwerking met verschillende organisaties. Met Duurzaam Rivierenland, in samenwerking met de wijkregisseur, de gemeente. Maar ook met Nederland Schoon. Daar werken we mee samen. En daarnaast zijn we begonnen met de aftrap van een campagne. Tiel Tip Top. Dat is in samenwerking met Arie van Vliet. Dat is de tekenaar van Flipje. En met toestemming van het Stad en Streekmuseum Tiel. En daar hebben we banners voor laten maken. Want eigenlijk willen we straks heel Tiel aan het opschonen krijgen. Want wij vinden dat Tiel is een vieze stad en dat moet beter. Nou, dat was een hartstikke mooie dag. Yes. En dat heeft ongetwijfeld ook wat veroorzaakt. Klopt, vanaf daar is een bal flink gaan rollen. Zo zijn er verschillende partijen zijn er bijgekomen. Ik ben in contact gekomen met verschillende mensen die zelf in hun eigen buurt bezig waren. Maar daarnaast ben ik eigenlijk aan de gang gegaan, hoe kan dit beter? Wat ik daar straks voor de item al aangaf, is ik vind dat gemeente, AVRI en daarmee Duurzaam Rivierenland tekortschieten in de aanpak van het Tielse zwerfvuilprobleem. En vanaf daar, in plaats van mopperen, ben ik in de pen geklommen, heb ik een compleet conceptplan uitgeschreven. En wat staat daarin? Daar staat ongelooflijk veel in. In dat conceptplan, wat later ook weer een uitvoeringsplan is geworden en zo verder, staat eigenlijk een allesomvattend plan. Maar als ik het heel beknopt zou moeten omschrijven, heb ik een plan geschreven waarbij Tielse inwoners, die mogelijk een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, beperkte financiële middelen hebben om tot plezierige activiteiten te komen, of mensen die bijvoorbeeld door drugsproblematiek. Niet alleen een afstand, maar überhaupt een afstand tot een gezond sociaal netwerk. Ja. Deze mensen wil ik eigenlijk in de vorm van een social club met elkaar verenigen en inzetten om een maatschappelijk nut te dienen. Namelijk laten we met elkaar planmatig Tiel schoner maken. Ja, prachtig.
Nou ja, dat niet alleen. Het wordt al helemaal prachtig op het moment dat je je bedenkt dat je vervolgens op die manier verschillende vormen van een maatschappelijk nut aansnijdt. En dat het vervolgens tal van verschillende potten, maar ook heel veel goodwill vanuit het bedrijfsleven ligt om vervolgens die zaken ook te financieren. Dus eigenlijk is het de kunst, hoe maak ik nou een plan, en dat is uiteindelijk geschreven, dat de organisatie de eigen broek op kan houden. Ja, want je hebt geld nodig, zo werkt dat. Dit kost geld. Voor niets gaat de zon op, naast dat het natuurlijk verschrikkelijk veel energie en arbeidstijd kost om in de lobby te netwerken en om de contacten allemaal aan te gaan, is er inderdaad gewoon een bak met geld nodig. En dan hebben we het over subsidies. Hoe kom je daaraan? Nou ja, de gemeente heeft in ieder geval naar aanleiding van het allereerste projectvoorstel een bedrag genoemd. Vriendelijk, maar geen structurele bedragen. Vanaf daar ben ik opnieuw in de pen geklommen en heb ik vanuit dat startkapitaal, want zo ben ik het maar gaan zien, heb ik een plan geschreven om ervoor te zorgen dat er eigenlijk, ja, als ik 100 euro de wereld instuur, moet er 1000 euro terugkomen. En dat is aardig gelukt door in het plan op te nemen dat Tiel Tip Top een goede doelenstatus aan zal gaan per 2017. En door allerlei samenwerkingen wederom aan te gaan met onder andere de Nederland Schoon, ook wel bekend van de landelijke campagne supporter van Schoon, dat we een club van 100 willen gaan installeren, zodat we echt een aanzienlijk bedrag op structurele basis binnen gaan halen, zodat we straks gewoon kunnen gaan spreken van dat we in een mooie, schone stad leven. Ja, nou, het lijkt me geweldig. Waar komt van jou zelf die fascinatie vandaan om dit te doen? Ook met deze doelgroep dit aan te gaan pakken? Ik ben zelf van beroep verslavingsverpleegkundige. Dus ik heb altijd zelf ook in de Bloemenbuurt, waar ik zelf woonachtig ben, ben ik werkzaam geweest in de jeugdkliniek. Recent zijn we verhuisd naar Nijmegen. Dat terzijde. Maar wat ik eigenlijk zie, is dat heel veel mensen uit mijn doelgroep, dus vanuit met een verslavingsachtergrond en met een rugtasje, die zijn gewoon verstoken. Daar waar bezuinigd wordt, raken deze mensen tussen wal en schip. Dus eigenlijk is het van een nood een deugd maken. En ja, op een gegeven moment zag ik dat 1 en 1 gewoon 2 kon zijn. En ben ik in de pen geklommen. Jij bent in de pen geklommen. Die doelgroep waar je het net over hebt, mensen inderdaad met een verslavingsachtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Ben jij daar ook mee in gesprek? Ben jij daar ook al echt mee bezig? Ben je al aan het mobiliseren? Voorzichtig. Voorzichtig. En dat heeft ermee te maken dat op het moment dat ik zeg ik trap af, dan liggen er tal van verwachtingen. Dan weten Tielse organisaties, maar ook wijkverenigingen, tal van mensen weten mij op de persoonlijke jou titel te vinden. Weten mij op persoonlijke titel te vinden. En naast dat ik dat heel erg waardeer, dat mensen enthousiast worden naar aanleiding van mijn verhaal, kan ik natuurlijk niet in de doelgroep van mijn werkgever gaan graven. Dus, want ik heb een patiënt-hulpverlenersverhouding. Dus daar zullen de gesprekken nog wel mee plaats moeten vinden. Wel ben ik al heel erg actief om samen met Dynamiek, Mozaïek en de verschillende welzijnsorganisaties van Tiel, om daarmee de eerste netwerken, de contacten te leggen. En hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Gaat dat goed? Het lastige is, dat moet allemaal een beetje gematigd, want het wachten is namelijk nog op de gemeenteraad. Maar die gaat binnenkort dit onderwerp bespreken. Ja, via verschillende invalshoeken hebben we het op de agenda weten te zetten. Wat begon ergens eind augustus afgelopen jaar, toen ik werd uitgenodigd om voor de voltallige gemeenteraad de plannen van Tiel Tip Top te delen, samen met andere initiatieven uit de gemeente Tiel, heb ik eigenlijk de gemeenteraad weten te prikkelen en ze met de gedachte, hey, er bestaat zoiets als Tiel Tip Top, naar huis kunnen sturen. Vervolgens heb ik wat belangrijk is met name is dat het project, het aansturen van burgers en buurten en om mensen echt daadwerkelijk aan de slag te krijgen, dat vraagt om een hele grote gedragsverandering. En die gedragsverandering die komt niet over één nacht. En naast dat het bakken met geld zou kunnen gaan kosten, is het ook gewoon een feit dat het hartstikke tijdrovend is. En op dit moment zijn we nog een klein beetje in een soebat, of meer gezegd een debat, met de gemeenteraad over wie gaat wat doen. Heel erg veel succes met alles wat er komen gaat. En als de stichting zo meteen draait, kom jij weer bij ons langs en vertellen. Dat zal zeker gebeuren. Ja? Dankjewel.
En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. De voedselbank in deze tijd. Nou, het is een schande. Deze stelling ga ik neerleggen bij Jan Woldberg en Rini ter Haar. Heren, welkom. Absoluut een schande om maar met de deur in huis te vallen. Waarom? De maatschappij zou er eigenlijk voor moeten zorgen dat mensen die dat nodig hebben, dat eigenlijk niet nodig zouden moeten hebben. Dan kom je toch uit bij de regering, bij de overheid, politiek. Ja, dit vind ik weer zo'n verschrikkelijke dooddoener. Lekker makkelijk, de politiek doet niets. Er zijn mensen die gewoon in hun vrije tijd wat dat betreft een enorm goed stuk werk doen. En het wordt nu neergezet als van ja, dit hoort bij de politiek. Ik vind namelijk ook dat de mensen zelf, de burger, die laten zich op een gegeven moment zien. Het bedrijfsleven laat zich zien. Dat het fantastisch is dat zo'n initiatief is. Ik ben het mee eens dat het niet nodig zou moeten zijn. Maar het is zover. Maar om gewoon dan te zeggen van en het zo makkelijk af te doen, dan gaat men gewoon veel te ver. Je kunt merken, Jan, met alle respect, dat jij uit de zachte sector komt. Mensen die al jarenlang in de bijstand zitten, die geen uitweg hebben om meer zeg maar, inkomsten binnen te halen. Die zijn veroordeeld door alle vaste lasten die ze hebben. Tot die voedselbank. Dat zijn er veel. Nee, maar ik zeg van, in wezen heb ik gewoon geen moeite. Dat is een schande, Jan. Het is gewoon heel spijtig dat op een gegeven moment het zover moest komen. Aan de andere kant is het zo dat om dus die vrijwilligers en die mensen die het gewoon op een gegeven moment toch voor deze mensen, deze groep mensen die in de verdrukking zitten, omdat die het gewoon toch iets beter hebben nog. En er zijn er veel meer organisaties, want we hebben het dan natuurlijk niet alleen over de voedselbank. Maar we hebben het over alle mogelijke clubs die zorgen dat de kinderen gewoon... Nee, goed, maar laten we het even bij die voedselbank houden. Politiek is ervoor om te zorgen voor een vangnet. Ja, maar om nou te zeggen, de vaste lasten zijn te hoog, dus dit... Dat snap ik dan niet. Als mensen meer moeten betalen dan dat ze maandelijks binnenkrijgen en daardoor te weinig kunnen besteden aan voedsel, dat is toch levensbehoefte nummer één. Nee, de politiek loopt hier niet voorop. Het is gewoon zo van dat dit soort burgerinitiatieven, die zijn vaak de politiek ver voorbij. Op het moment dat in de politiek een besluit wordt genomen, dan liggen de mensen al in de goot, om het zo te zeggen. En daarom is het heel mooi dat gewoon dit soort initiatieven er zijn. Ja. Het zou niet nodig moeten zijn. Ben ik met jou eens, Rini? Echt ongetwijfeld. Maar het is wel zo van dat het is op dit moment zo. En dan ben ik gewoon blij dat er gewoon mensen zijn die wat dat betreft hun nek uitsteken. Maar goed, hun stinkende best doen. Zodat ik je weer interrompeer. Alweer? Ja, die voedselbank, dat fenomeen bestaat al jaren. Ja. Je zegt, men loopt vooruit. Ja. Burgerinitiatief. En dan zou dat een keer opgepakt moeten worden. Oftewel, na verloop van tijd zou de ogen open moeten gaan bij politiek mensen die daarin georiënteerd zijn om dat te regelen. Dat gebeurt gewoon niet. Nee, maar dat ben ik ook met je eens. Dat de politiek wat dat betreft achteraan loopt achter dit soort zaken. Nou, liepen ze er maar achteraan. Ze lopen er nog ineens. Laten we zo zeggen, vaak blijft het bij een aantal wollige voorstellen die dan ook nog niet eens uit de verf komen. Hè. Dus gewoon goed bedoelde ideetjes die dan losgelaten worden. Wat dat betreft heb ik meer vertrouwen in het persoonlijk initiatief van mensen en van organisaties. Wat bewonderenswaardig is natuurlijk. Vind ik heel bewonderenswaardig. Zeg je nou ook dat je geen vertrouwen hebt in de politiek? Dat zeg ik niet, maar ik weet uit ervaring dat de politiek wat dat betreft heel stroperig is. En op het moment dat daar gewoon echt goede voorstellen moeten komen. Ik weet het vanuit onze eigen gemeente. Maar men heeft het over de zelfredzaamheid van de maatschappij. Hè? Maar het lijkt er steeds meer op dat het wordt de zoek het maar uit maatschappij. Ik ben er voor dat de mensen die het aangaat gewoon weerbaar worden gemaakt. Je wordt er niet beter van als je wordt gepamperd. Maar in sommige gevallen is het gewoon absoluut noodzakelijk. En ik weet uit ervaring ook dat als je gewoon kijkt om welke mensen het gaat in dit geval. Nou die, en hoe die er op een gegeven moment in dat soort problemen terecht zijn gekomen. Daar staan de meeste mensen van te kijken. Het zijn vaak mensen die een eigen bedrijf hebben gehad dat failliet gegaan is. Ja, het gaat door scheidingen, noem het maar op. Dus het is in de meeste gevallen echt compleet buiten de schuld van mensen. Als de politiek in dat geval geen vangbed weet te bieden. Nou, dan ben ik gewoon blij dat het persoonlijke initiatieven en initiatieven van het bedrijfsleven wat dat betreft op dit moment het vangbed bieden. En ik ben het met je eens dat je zegt van het zou niet zo moeten zijn. Nee. Maar de situatie is op dit moment zo. En dus... Dat was al jaren zo, Jan. Hè? Ja, dat is heel makkelijk om te zeggen dat er jaren zo is. Als er jarenlang ook door die bedrijven en die organisaties niet zou zijn gedaan omdat jij zegt van ja, dit is aan de politiek. Dan waren deze mensen nog veel verder in de stront geraakt.
Absoluut. En naast die voedselbank hebben we natuurlijk ook die kledingbank. En er is nog veel meer. Ja. Het gaat natuurlijk niet over een hele grote groep mensen die daar gebruik van maakt. Nee, maar elk individu... Je staat ervan te kijken. En elk individu is er één te veel. Dat vind ik. Oh, Jan, tot slot, hè, als ik nog even een vraagje mag stellen. Ik had het net, vond ik wel interessant. Op jouw antwoord, en daar gaf je niet echt antwoord op. De zelfredzaamheid van de maatschappij. Het lijkt steeds meer dat het wordt de zoek het maar uit maatschappij. Wat vind jij? Nee, ik vind dat de mensen zijn op zich verantwoordelijk voor de invulling van hun eigen leven. Maar hebben op bepaalde momenten in hun leven hebben ze een steuntje in de rug nodig. Dus streven naar dat mensen zelf hun broek kunnen ophouden. Want niemand is beter geworden van pamperen. En dat is niet altijd aan de overheid. Ja, maar het zijn zulke zware woorden, hè? Survival of the fittest. Lijkt het wel een beetje op. Nu ga je er gelijk een soort Tarzan verhaal van maken. Dat is het natuurlijk niet. Het is gewoon zo dat mensen tijdelijk gewoon even in de dip zitten. En die steun even nodig hebben. Dat is niet vaak. Maar zijn er ook mensen die het gewoon structureel zelf niet kunnen redden? Nee, maar dat zijn. Het blijkt in de praktijk dat dat gewoon echt uitzonderingen zijn. Ja, het zij zo, dat is een groep mensen van. Nou, die schrijf zeggen, jij van, gewoon af. Nou, die schrijven. Nee, jij praat nu gewoon voor je beurt. Ik zeg, die schrijf ik dus niet af. Het is gewoon zo, je moet op een gegeven moment ook accepteren dat sommige mensen niet te helpen zijn. He, er is van alles en nog wat is erop losgelaten. En dat zul je dan op een gegeven moment ook moeten accepteren. Maar wij zijn toch wel een land dat we voor elkaar zorgen, Jan. Nee, maar jij zegt van, dan schrijf ik ze af. Ik schrijf ze dus niet af. Juist niet. Ik ben er juist voor dat we alle mensen die het nodig hebben gewoon een kans geven. En dat kan op heel verschillende manieren. En dat hoeft niet altijd door de overheid te gebeuren. Liever niet. Liever gewoon vanuit een burgerinitiatief van bedrijfsleven, noem het maar op. En altijd uitgaan van een tijdelijk verhaal. Dus zorg dat je de mensen op het spoor zet. Dat is de taak van de overheid. De taak van de overheid ligt op een ander niveau. Ligt op een ander niveau. Het is gewoon zo van dat je... Kijk, inkomenspolitiek en noem het maar op is niet aan de overheid. Dus het betekent wel dat je dus een vangnet... Zullen we het daar maar op houden, structureel niet over eens met elkaar? Nee, maar daarom zijn wij ook kritische vrienden. Dus anders dan had je, dat, in deze december had je dit programma toch een andere naam moeten geven. Ja. Toch? Ja, nee, prima. Oké. Goed, nou, heren, lastig onderwerpen. Veel van mee. Ja, vond het lastig opponent. Ja, het is goed. Dank jullie wel. Dit was Tiel aan tafel voor deze week. En volgende week zijn we er weer.